Yo iedereen, het is hier terug, Tom's Retro Corner, TRC underscore live. En vandaag gaan we proberen in de Game Corner binnen te gaan voor onze Silk Scope. Dus we waren bij het Pokémon Center. De Game Corner is, als ik mij niet vergis, hier. En... ja, hier staat iemand bij die poster. Radigate. Wow, net even bij Pidgeotto. Gewoon om het feit dat hij bijna gaat evolueren, denk ik. Nee, Zubat, we gaan niet changen. Eigenlijk zou ik beter Raichu gepakt kunnen hebben. Wat een quick attack maakt hij weer al af. Dang. Ja, misschien wel, ja. Voilà. En nu kunnen we naar de Secret Hideout. Who are you? How did you get here? Ik weet totaal niet meer hoe dat de Game Corner werkt hier. Dus we zullen dat terug een beetje moeten uitzoeken, boys and girls. Drowsy. Blijft er zo eng uitzien, hè, in zwart-wit. Let's do wing attack. Pound, is niet erg. Quick attack zou genoeg moeten zijn. Yep. Machop, dat is een fight Pokémon, dan gaan we wel veranderen. We gaan Venusaur pakken. Met Razor Leaf. Critical hit, nice. Beaten. Ja, hier komt het dan erachter uit, denk ik, eens dat je het hebt opgelost. Voor de rest ligt hier nog iets, ik weet niet waar. Een escape rope, dat is altijd wel handig. Oké, dit was floor 1 denk ik. Dus we kunnen nu naar floor 2, want op floor 1 is er niks meer te zien. Vijf Pokémon. We gaan een beetje doorspoelen dan. Nee. Too bad, nee. Ik ga gewoon Wing Attack doen. Raticate, we gaan ook niet veranderen. Voilà. Aha. Dus ik denk dat Pidgeotto nu evolueert. Ik ben niet zeker, maar ik denk het wel. Ja, nice. En hier zien jullie Pidgeot. Wat
wat wel nice is. We gaan nu Nidoking een beetje trainen. TM10, we zullen direct eens kijken wat dat is. Anders gaat dat weg als dat niet goed is. Double Edge is best wel goed. Ik denk dat ik dat aan Nidoking ga leren. Ik denk dat dubbel. Ik weet niet of dat zelf damage doet, dat weet ik niet. Alleszins hier moeten we eerst zijn. Een rare candy. Voor de rest is het terug naar boven. Het is een beetje een kleine puzzel dat je moet volgen. Wacht even. Ja, ik heb het verneukt. Nou, ik heb het verneukt. Ik zeg het, ik weet het niet meer van buiten, dus dit is echt... Volgens mij is dat naar hier, dan naar beneden, ja. We zullen direct eens zien naar die Double Edge. Ja, dat doet zelf damage. Ja. En dat is zuur, want dat wouden we echt niet. Wat is dit? HP up. Voor de rest, we kunnen niet naar beneden. We kunnen enkel een klein stukje naar boven. TM02. Dan ga ik kijken wat dat is. Razorwind, dat is een shit move. Ik gewoon wegdoen. Dat hebben wij niet nodig. Volgens mij moet er in deze verslaan voor de lift key. Ik ben niet zeker, maar... Ik weet al sinds dat er één is dat je moet verslaan voor de lift key, denk ik nog. Dat was vroeger. Ja, inderdaad. Voilà. Nu kunnen we terug gaan. Wat een truc vrij snel gevonden waar dat we moesten zijn, dus dat is goed. Ja, nu is het dit stukje. Even teruggaan, want hier liggen overal items en ik wil die eigenlijk wel pakken. Een nugget, dat is weer al 5000 waard. Een moonstone. Dat wist ik wel niet meer dat er hier nog moonstones lagen. TM07, moet ik even kijken wat dat is. Not sure. Horndrill. Horndrill, dat kan Nidoking leren, hè. Dat gaan we aan, en we gaan gewoon... Horndrill gaat veel beter zijn voor Nidoking, denk ik. Wacht even kijken... Hier, en als we dan daar gaan, kunnen we zo, ja, naar beneden, dan de eerste van boven pakken, ja, de onderste, oké. Nu zijn we hier, maar ik denk dat we de lift moeten pakken.
Ah, hij heeft maar vijf aanvallen, dat sukt. Oeh, een Arbok, dat is de eerste keer dat we die zien. One hit KO! Het is niet erg als Nidoking eraan gaat, hè. Maakt niet uit. Ik wil hem gewoon een beetje trainen. Ah, die weet dan nog van TM Moon. Kijk eens, hier gaan we doodgaan, boys. Oh nee, toch niet. Sandslash, hier gaan we dan doodgaan. Sandslash is een kei coole Pokémon, vind ik. Ik vind dat hij er mega badass uitziet. Ah ja, Venus zal een beetje trainen. Ah ja, dit gaat open nu. En voor de rest. Hier ligt nog iets. Iron, oké, dat is ook veel waard. Aha, hier is de baas van Team Rocket die onze Silk Scoop gaat geven. Giovanni. En spoiler alert, Giovanni is ook de gym boss van de 8e gym badge. Maar ik denk iedereen dat deze afleveringen kijkt, dat die dat wel al wisten. Kangaskhan, ook de eerste keer dat we een Kangaskhan zien. Kangaskhan ziet er kei grappig uit met zijn lach. Kangaskhan vangt je heel rare in de Safari Zone, als ik mij niet vergis. Venusaur level 34, nice. En we hebben Giovanni verslagen. Met 3 hits eigenlijk. En hier is de Silpscope. Voor de rest moeten we hier niet meer zijn. We moeten wel even nog iets klein doen. Dat is in de shop een dingen gaan. Oh. Dat is hier in de shop volledig van boven moeten wij zijn. Is hier geen lift? Hier was toch een lift, dacht ik. Ja. Volledig het... Nee, oh, lekker. Volledig het bovenste graag. Dank u. Nog eentje naar boven, normaal. Zou het moeten zijn? Ja. Voilà. Dat is wat we moesten hebben. We hebben dat nodig. Ik zal direct laten zien waarom dat we dat nodig hebben. Want we gaan er direct eigenlijk naartoe. Voor de rest. Kan ik hier ergens nog iets laten zien? Ik denk misschien nog één ding. Maar daar moet ik Abra voor storen. Maar don't worry, Abra zal niet zo lang gestort zijn, denk ik. Ja. Voilà. Dat was wat ik nog wel laten zien. Dat je hier een Eevee krijgt van level 25.
die je kunt laten evolueren naar wat je zelf wilt. Een Jolteon is een Thunderstone. Een Vaporeon is een Waterstone. En een Flareon is een... Firestone, hè, ja. Dus voor de fun zullen we dat eens gaan doen. Ik ga eerst even... Was hier geen hidden item? En ik meen echt dat hier iets was. Oké. Dus voor de fun gaan we dat even doen. Ik denk dat het hier is. Oei. We zullen iets van items moeten gebruiken of zo. Wacht even niet uit. Wat gaan we gebruiken? Ik doe het maar ook gewoon omdat we geen goede fire Pokémon hebben, dus. Voilà. En dit is Flareon. Voilà. Goed, dan zijn we weer aan het einde gekomen van episode nummer 9, denk ik dat het al is. Merci allemaal om te kijken. Als je het cool vindt wat ik doe, laat zeker een duimpje beneden op YouTube achter. En subscribe op mijn kanaal. Merci allemaal om te kijken en nog een goede dag. Yo!